De Koninklijke Marine heeft een belangrijke naoorlogse taak beëindigd. Kort geleden is de mijnendienst namelijk voor het laatst in het zuidelijk deel van de Noordzee op zoek geweest naar mijnen. En wel in een gebied buiten de reeds lang bestaande veilige route voor de scheepvaart die met boeien bebakend was. Voor de laatste maal weer klonken op deze dag commando's en rolden de matrozen de enorme elektrische kabels uit die de magnetische mijnen tot ontploffing brengen. De mijnendienst heeft thans 2500 vierkante mijl langs de Nederlandse kust schoongeveegd. In totaal werden er bij deze operaties 350 grote en 8350 kleinere mijnen onschadelijk gemaakt. Akoestische mijnen worden opgeruimd met de zogenaamde hamer, een apparaat dat een sterke geluidsgolf door het water zendt die de mijnen tot ontploffing brengt. 6 jaar lang hebben Nederlandse mijnenvegers van Den Helder tot de Scheldemond langs onze kust geopereerd. Zeer binnenkort zal nu de gehele Noordzee tussen Nederland en Engeland worden vrijgegeven voor de scheepvaart. Voor de mannen van de mijnendienst is een einde gekomen aan een eentonige en vermoeiende taak, waarvoor de scheepvaart hun echter veel dank verschuldigd is.